Voorzitter, de politie heeft miljoenen euro's belastinggeld over de balk gesmeten. Een paar voorbeelden. 15.000 euro voor catering in de Sky Lounge bij Ajax FC Utrecht in de Amsterdam Arena. 57.000 euro voor het afscheidsfeest van de vorige korpschef. En toen de nieuwe kwam, nog eens 31.000 euro als welkomstfeest. Door journalistiek speurwerk van Argos raakte de politie in opspraak omdat er veel te veel belastinggeld onnodig wordt uitgegeven. En keer op keer wordt dat bedrag overschreden. Miljoenen belastinggeld voor kistjes wijn, cadeaus, kaarten voor het voetbal en zelfs kookworkshops. En voorzitter, is de minister, net als de rest van Nederland, van mening dat deze enorme uitgaven bij de politie disproportioneel zijn en schandalig? En ik wil ook van de minister weten met hoeveel geld exact heeft de politie in de afgelopen jaren dat budget voor feesten en partijen overschreden. Mede naar aanleiding van het rapport Ruis eind 2017 zijn er maatregelen genomen met als doel het toezicht op de declaraties politiebreed te verscherpen. Er is een vier ogen principe in de managementlijn gehanteerd. Er is een splitsing tussen representatiekosten extern en wat we noemen goed werkgeverschap intern. Daarnaast is er een betere inrichting van de verantwoording van al die kosten. Ondertussen laat het zich aanzien dat er ten aanzien van 2017 posten bestaan waarover vraagtekens gesteld kunnen worden. En ik zal ook precies zijn, er is in ieder geval een overschrijding gesignaleerd van de postrepresentatiekosten van 2,4 miljoen euro. Ik vraag me dan toch af, waarom heeft de politie iets te zoeken in een Sky Lounge? Wie maakt toch die regels? Als er nou een nieuwe chef komt, waarom geven we dan een feestje voor 31.000 euro? En voorzitter, we waren al gewaarschuwd. Want we kennen natuurlijk allemaal nog het voorbeeld van de voorzitter van de Straalondernemingsraad, meneer Giltij, in 2016. En daarvan, voorzitter, daarvan zei de huidige korpschef, de uitgaven waren disproportioneel en onverantwoord. En het was onzorgvuldig. Dus deze leiding was al gewaarschuwd. En voorzitter, gaat daarna weer mis. En ik vind het zo bijzonder dat de minister dan onderzoek gaat doen en daarna verantwoording gaat afleggen. Wanneer grijpt de minister in? Als gezegd, er zijn posten waar inderdaad vraagtekens bij gesteld moeten worden. In hoeverre die posten onrechtmatig zijn, dat moet uit dat onderzoek blijken. En als gezegd, daar kom ik bij uw Kamer op terug. We hebben het hier over 2017, inderdaad een opmerkelijke overschrijding, laat dat duidelijk zijn. Vandaar ook dat het onderzoek die drie jaren 17, 18, 19 meeneemt. Want ik wil zien, en de korpsleiding ook, dat die maatregelen die in 2018 zijn ingesteld naar aanleiding van het rapport Ruis ook echt effect sorteren. En ik denk dat ik dan met uw Kamer ook in gesprek ga aan de hand van die resultaten van vinden we dat dat voldoende is of zeggen we nee, hier moet scherper op worden ingezoomd. Kijk, misschien nog belangrijker, voorzitter, dan dat belastinggeld en die enorme kosten is wat dat doet ten aanzien van het respect en het gezag van de politie. Voorzitter, we hebben gezien dat dat echt onder druk staat. Maar burgers willen ook zien dat de politie voorbeeldig omgaat met belastinggeld.